Hey, hallo. Ik ben hier nog eens heel even en ik wil jullie iets meer vertellen over dit kristalwater. Kristalwater is water waar dat je kristallen in hebt gelegd. En hier zijn dat de rozenkwarts, de amethyst en de bergkristal. Samen vormen zij de gouden driehoek. En um, het is zo dat als je kristallen in water legt, dus gewoon bronwater zal ik maar zeggen, dat je dan eigenlijk het water gaat programmeren. Het is eigenlijk zo dat water. Altijd kan geprogrammeerd worden met een bepaalde intentie. Nu, kristallen hebben een zeer hoge frequentie, een zeer hoge energiefrequentie. Alles heeft een bepaalde trilling, alles heeft een bepaalde uh, frequentie, zal ik maar zeggen. En doordat je eigenlijk dat, uh, die kristallen in dat water gaat uh, leggen, ga je dat water programmeren naar een veel hogere frequentie. En zoveelste hoger je frequentie zit, zo te beter, zo te positiever het is. Daardoor komt het eigenlijk dat dit water heel goed is, heel gezond is om te gaan drinken. En uh, ja, dat je jezelf, je lichaam eigenlijk naar een hogere frequentie brengt. Um, ja, Natuurlijk, hoe, hoe komt dat, zullen we nu zeggen? Ons lichaam bestaat namelijk minstens uit 60% water. En als wij dit water dus gewoon in een glas gieten en we drinken dat op dan gaat dat water, dat we eigenlijk geprogrammeerd hebben met deze kristallen, opgenomen worden in ons lichaam en gaat ons water in ons lichaam mee deze energiefrequentie aannemen, waardoor dat wij naar een positievere, hogere trilling gaan geraken. En zo werkt dat eigenlijk met energie. Nu, al die dingen, dit hoe je kristalwater kan maken, dit is eigenlijk heel eenvoudig, maar ook nog heel veel andere toepassingen met kristallen, waarvoor bepaalde kristallen dienen, hoe dat je kristallen ook voor kinderen kan laten werken, of dat kinderen ook kristallen kunnen kiezen om hen te ondersteunen in het schoolse of in het alledaagse. Dat zijn allemaal zaken die ik jullie heel graag vertel in de workshop Kristallen, die je nog kan bestellen tot 25 juni. Uiteraard ook daarna nog. Het is een workshop die bestaat uit een Videoles waarin ik jullie alles vertel, vertel over de kristallen van A tot Z. En het is een workshop waar dat je levenslang op terug kan. Er is een heel PDF-document volledig dat is uitgeschreven. Als je dat afprint, kan je natuurlijk ook alles terug uh, daarin opzoeken. Maar het is echt een aanrader van formaat. Dus ben je nog niet ingeschreven voor deze workshop kristallen, dan zou ik dat zeker en vast nog doen, want het kan toch wel. Heel wat teweeg brengen in jouw leven, en ik zal zeggen, school. Heerlijk.